see when she's knocked down. She always try to fix it, everything's fine. Nobody can see her crying. Like a tiger when she really wants to. Tomorrow is better. She'll always be saying that to you. Try to be just like her. You see a better world surrounding you. She has a cold heart and wants us to believe it, but she can't hide. The truth is so clear to see when she's knocked down. She always try to face it, everything's fine. Nobody can see her cry. She has a cold heart, cold, cold heart. She has a cold heart. Nobody can see her cry. Goedemiddag, we zijn er weer live op Twitch. We gaan zo beginnen hoor. Tot zo. You fall from my heart in my chest. You've gone for your love. Goedemiddag allemaal. Hoe is het met jullie? Is het nog een beetje uithouden in de warmte? Hier in het hoge noorden staat een lekker noordenwindje. Dat houdt het wel redelijk lekker. En voor de rest moet ik me gewoon een beetje rustig en kalm houden. Er zit niks anders op. Mijn rug inmiddels ingetaped. Niet al te lang zitten.
een beetje in de gaten houden, maar ja, het lopen gaat al iets beter, gelukkig. Maar we zijn er voorlopig nog niet uit. Dat we weer helemaal 100% fit zijn, maar ach ja. Even kijken, want even wat. Ik zag dat er een berichtje binnen was bij... Zo, oh, of Ben ook nog kwam rijden. Nou, ik denk dat Ben niet in zijn hobbykamertje zit momenteel. Dat het, denk ik, te warm is. Maar, niet getreurd. Je kan het ook met reset af. We gaan wat leuke ritjes rijden. Ik heb nog geen bestemming eigenlijk. Ik heb geen flauw idee waar ik zit nu. Ik zal in ieder geval even het comfortje erin gooien, mocht er nog iemand zijn die zegt, hey, ik wil even meerijden. Maar dan kan ik ook makkelijker op de kaart kijken. Daarvoor doe ik het eigenlijk. Eén kijker, goedemiddag. Leuk dat u er bent. Misschien ben je buiten in de tuin wel bezig om je barbecue aan te steken. Dat hebben we gisteren even gedaan. Mijn oudste dochter was hier. Ze zegt, kan ik een hapje mee eten? Natuurlijk. Dan gaan we nu even wat leuke ritjes door Europa rijden. Het is in mijn tijdelijke streamroom hier aangenaam. Niet warm, niks. Lekker cool. Zo dan. Een paar nieuwe volgers erbij sinds gisteren, eergisteren. Ivano Mexicano en Humber Simulation. Die hebben zich bij de volgersgroep aangesloten. Dus even kijken, waar zit ik? Portugal. Nou, mooi. Dan zitten we mooi zuidelijk vandaag. Dan gaan we eens kijken wat ze in de aanbieding hebben. Setúbal. Don't go. Dit is een vrachtje dat moet naar Porto. Gevaarlijke stoffen. Acetyleen, 9 ton. Dat is wel even een leuk vraagje om mee te beginnen. Mooi. Start de motoren. Toeter doet het in ieder geval. Hey, geen navigatie. Nee. Dan pakken we hem er even bij. Geen probleem. En Ben, mag je lekker in je tuinstoeltje zitten kijken? Hoi. Geldt gelijk ook dat je niet in je hobbykamer gaat zitten. Het is veel te warm. Tenminste, dat denk ik. Nou, als je straks na het eten toch nog even wil komen, dan je weet de weg, hè. Zo, daar gaan we weer. 62 kilometer verderop, dan moet ik pas laden, dus. Rijden we even een stukje mooi door het mooie Portugal. Ja, ik heb nog wel brandstof.
Neem de afslag. Mini voor mijn deur. Lekker hobbelen op de stoel. De stoplicht te snel, hè? Hé, hey, nou, escort. Oh, sorry hoor. Maar dat wordt weer zo'n dagje dat ik al stoplichten tegen heb. Verderop, linksaf. Links afslaan. Oh, hier. Ik zit al te kijken, wel mooi erin, maar... Hier, vergeteloos kom ik overal nog tegen.
naar Portugal rijdt of Spanje of Timbuktu. Overal zie je ze. Verderop, linksaf. We zullen hier wel bij die grote industrie moeten laden. Links afslaan. Oh, daar moet ik me melden. Gevaarlijke stoffen natuurlijk. Bestemming bereikt. Kijk, daar staat mijn trailertje. Ik heb een paar mooie lampjes bij je opgezet. Is mooi, hè? Nieuwe toeters. Nou, daar gaan we weer. Gevaarlijke stoffen. Gelukkig heb ik alle papieren ervoor. Nou, mooi rustig hier. Zo, het eerste ritje is even kijken, 368 kilometer. Rechts afslaan. Ja, gebroeders Noewer. Richting die autostrade. Zo, train door de bocht.
Verwacht u. Zo, daar gaan we weer. En mocht je inmiddels moeten eten, of gaat zo eten, eet smakelijk van mijn kant. Ik eet wat later, zeker met die warme dagen. Er staat hier lekker een visje op het programma. Met een sausje, aardappeltje en worteltjes. Heeft er iets afgehaald met zo'n tankwagen? Houd links aan. Nou, we gaan dan weer tol betalen. Kijken, waar zijn de kaarten hier? Telepas. Hebben ze niet. Ah, pak deze gewoon. Zou die poort hier links ook wel kunnen, maar... €12. Obrigado. Gooi hem er even voor je.
Kijk, mooie oldtimertjes rechts. Nog een met zijn sleurhut. Lekker op vakantie in Portugal. Wat is het? Een knaus? Oh, wat hobbelt dat ding. God hard. Ja, kding. Die automobilisten denken altijd dat ze harder zijn dan deze. Echt niet. Door het mooie Portugese landschap. Kijk eens, steentjes. Houd links aan. Vol op zijn rem staan. Zo, we gaan de bergen weer in. Hatse flats. Hier, oude Volvo. Volvo Amazone. Hier, Hollander aan de andere kant.
Hop. Porto Combre. We moeten lossen in Porto. Bij TS Atlas. Het vrachtje is niet zo heel gek, zwaar. 9 ton. Acetylene. Gevaarlijke stoffen. En nog 120 kilometer vanaf dit punt. Kom, Kjombra ontdekt. Lekker doorrollen zo. Maar nog een klein stukje, dan zijn we er al. De eerste rit er alweer op zitten. Ga ik hierna even met een iets zwaardere Scania rijden. Even afwisselen. Tol van 50 euro die is betaald. Oké.
Porto. De heerlijke port vandaan. Houd links aan. Daarna neem de afslag links. Neem de afslag links. Ja, doe ik ook. Verwacht u. Goedenavond Richard en de chat zal de weekend Richard aan het kijken toen zag ik dat je live was. Oh, ja, goedenavond Reindert. Ja, ik had je gisteren gemist. Ik kan er ook niet altijd zijn, hè? Ik ook niet. Gelukkig ga je de herhaling altijd terugkijken, dus. Maar je treft het. Ik ben bijna plaats van bestemming. Eerste rit vanuit... Waar zat ik ergens onder in Portugal? Het is ook geen verplichting, hè. Je moet kijken wanneer het jou uitkomt. Toch? Ik kom er net voor donker aan. Afslag rechts. Neem de afslag rechts.
Nog een bochie. Instinkertje. Eerste afslag. Houd rechts aan. Mooie klinkerweggetjes hier. TS Atlas, kijk. Zitten hier verstopt. Hey. Uitzichtpost. Eens even kijken wat ze. Oh, ik heb een rondleiding op het bedrijf, denk ik. Oh ja. Interessant. Groot bedrijf. Ja, dat was zeker leuk. Vind ik wel even leuk om even te wisselen met die oude bakken. Kijk eens aan de containers. Nog genoeg te rijden hier. Af en toe is het wel leuk. Filmpjes. Maar ze zit op de lading te wachten, dus. Ik alleen even kijken waar ik naar binnen moet. Ik denk daar bij dat hekkie. Hey jongens, ik ben er hoor. Bestemming bereikt. Daar kan ik niet heen, want er zijn paaltjes. Beetje licht erbij doen. Hier moet die achteruit erin. Oh, dat kan niet. Toch verderop even. Draaien. Maar dat kan ook niet. Het is ook zo fijn als ze. Hier had je die palen. Even de andere kant op draaien. Ja.
moeten ze wat meer verlichting maken op die bedrijfterreinen. Pikkie donker, man. Die palen zijn van rubber, ja. De mijne ook. Nou, ik zal netjes blijven. Sorry hoor. Schijnen jullie allemaal volop in de ogen. We zijn er weer. Ontkoppelen. Te laat, ja. Komt door een filmpje natuurlijk. Nou, lekker dan. Helemaal lekker. We gaan even vrachtwagentje wisselen. We gaan even met een zwaardere Scania rijden. Besturen, ja. Tuut. Even kijken wat ze hier voor vrachten hebben. Nee, ik ga het even verkassen. Even een andere plaats. Barcelona. Ah ja. Barcelona. Dikke hijskroon. We hebben tankwagens hier vandaan. Dus even kijken, 36 ton. Nou, dat moet deze kunnen trekken. Moet lukken. Nou, dan ga ik even de lading ophalen. Dan heb ik even een hele korte break. Zware truc. Even wat instellingen aanpassen. Oh nee, dat doe ik niet hier. Ziet mijn navigatie iets beter, zie je. Een tikkie te lager. Een tikje dichterbij. Yes.
Hoi, gezellig hè? Ik wou dat zeggen, waarom moet ik nou die rotonde om en dan weer terug? Maar het is één richting. Shit, weer bij het verkeerde hek. Een sukkel. Kijk, daar staat die jongen. Nou, gaan we even de spiegels doen, hè? Doe even die zwaarlicht uit, anders worden jullie er gek van. Even een korte break, mensen. Even kijken hoe het met de hondjes is en even wat te drinken halen. Tot zo.
Zo, daar zijn we weer. Mocht je aan de etenstafel zitten, eet smakelijk. Cheers. Binnenkant moet ook vochtig blijven. Nou, we hebben een rietje van... Even kijken, vanaf Barcelona naar Ancona. Daar ben ik ooit in het echt, dat is alweer een aantal jaar terug, met de auto de boot op gegaan. Toen ben ik naar Patras gevaren. Het was hier ergens. En toen ben ik daar vandaan naar Athene gereden. Hier zat ergens Patras, dus vanaf Ancona gevaren zo. Hier de boot weer af met de auto richting Athene deze kant. En daar met de tweede boot zo naar Heraklion gevaren. En toen moest ik met de auto nog goed anderhalf uur rijden naar Retimo. Dus ik heb al aardig wat delen van de wereld gezien. Goed, wij gaan weer rijden. Zwaar lampjes erbij. Mooi ritje. 1357 kilometer. We zouden daar moeten arriveren rond 10 voor half of 10 voor 8. Nederlandse tijd. Maar dat is wel wat eerder hoor. Mooi. Karren met die bak. Jongens, bedankt. Dikke hijskraan erachter, 36 ton. Geen net hier. Barcelona. Ga de rotonde rond. Eerste afslag. Houd rechts aan. Neem de afslag. Houd links aan. Allemaal bochtjes. Houd rechts aan. Neem de afslag. Even mijn geluid wat zachter zetten van de motor.
wel erg hard. Even kijken, game voorkeur. Hier. Truc motor volume. Even iets zachter zetten. Trouwens hoor je alleen maar motorgeluid, dat is niet de bedoeling. Dat is beter geloof ik. Trap het gas maar weer in, Hollander. Houd links aan. De rem er even op. Gewoon nog rijden. Lekker donker hier weer.
Kijk hoe een Cessna nou vliegt of zo met die motor. Goeiedag. Genteloos ook weer. Terugschakelen. Zo, Portugal uit. Spanje in. Oh nee, Spanje uit. Pardon. En Frankrijk in. Bonjour. Het wordt weer licht. Kijk, Friesland boppen. Hollander combinatie hier rechts. Collega. De motorrem hoor, die je hoort. Afdaling dus. En piage. Nou, ik denk, pak die rechter twee, maar. Is die poort ernaast vrij? Ja. You, Marty.
zo het ochtendgloren in Frankrijk. Het zonnetje komt op. We zijn de nacht weer door. We gaan zorgen dat we die hijskraan afleveren. Ik dacht dat hij eraf moest. Nou, die collega's die toeteren niet. Inderdaad. Zo, wat doen jullie zo'n beetje met warme weer? Blaas mijn motor op. Houd links aan. Klinkt niet best. Naar jou kijken en lekker met een biertje buiten in Suriname. Nou, ik denk dat de temperaturen hier momenteel een beetje vergelijkbaar zijn. Dus in Nederland 30. En 30 plus. Maar ik vind het wel lekker hoor. Gewoon rustig blijven. Peage.
Even iets zachter nog, hoor. Nog goed 1000 kilometer. Voor Duits weet ben je er. ...32 graden bij jullie in Suriname. Vanavond regen. Het blijft hier kurkdroog. Van de week zijn de temperaturen wel ietsje minder, maar ietsje koeler. Richting Marseille Lyon. Ik weet niet of Gen C online is, anders moet je er even de groeten doen van mij. Ik denk het haast wel. Maar nee, het is maandag. Dan is het er niet. Dinsdag, morgen. Hier de Noever. Maar je mag 90 hier, dus dat gaan we ook even doen. Ja, misschien dat ik morgen ook zelf even kijk, hoor. Maar ik was even in de war, het is pas maandag. Nou, weer een tol. Leuk dat we die tolpoorten net voor een klim doen. Heb je net lekker je snelheid. Moet weer helemaal opbouwen.
houdt rechts aan. Mooie luchten. Daar zitten we 100 kilometer op. Ik zie wel veel Hollanders rijden trouwens nu. Blijf jij daar met je Lada? Internationaal transport. Ja, ik heb een hoop chauffeurs ingehuurd. Die rijden allemaal met vrachtwagens voor mij. Maar ja, dat heb je als je herkenbaar bent met de kleuren. Alhoewel, ik rijd nou met een andere kleur. Op weg naar Italië, Ancona. Stukje te gaan. Bijna op de helft. Houd links aan. Een hapetje. Ja, moet je een persoonauto inhalen met zo'n combi. Je weet ook niet waar het gaspedaal zit. Oh, een tunnel. Ja, weer een peage. Ja, je kan er niet met een rotgang doorheen rijden. Je moet terugschakelen en minimum 30 rijden.
Ik denk die mini die ruimt hem ertussen, maar. Ja, mooi hè. Ja, dat klinkt goed in die tunnels. Kijk eens, lekker. Trailen met lollies. Oude Audi. Nou, ik ga wel lekker doortuffen zo. Voor de verandering nog weer zijn patrolpoortjes. Die hebben we rentaloos. Oude trailer. Blaas ze er allemaal uit. Nieuws ontdekt. Bonjour. Wel een Mac die verrendelen? Oh, dat zag ik niet. Maar dan rij je die DAF of... Volvo, Scania, Mercedes. Houd links aan. Turin. Maar ja, het is mooi om te rijden, Frankrijk. Ja, het kan makkelijk, ik zag het niet. Zie je altijd een beetje slecht in die spiegels.
moet ook op de weg letten. Nou, komt u nog een keer rijden? Houd links aan. Oh, mooi landschap hier. Beetje op, een beetje af. Tolpoortje. O jee, wegwerkzaamheden. Hallo Jumbo. Zo, even dat spulletje voorbij. Je bent al kapitalen kwijt voordat je Frankrijk uit bent. Zoveel tolpoorten.
Zoals de uitlaten, die geven een ego. Dus met mijn brandstof, oh, ik heb nog 708 liter. Dat halen we wel. We gaan nu richting Ancona en dan zit mijn tijd er weer op voor deze stream. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik zou gaan streamen, maar ik denk even twee uurtjes wat anders. Ik moet een beetje ontspannen. De rem erop. Dat is gewoon veel te hard. Maar zolang er niks in de weg rijdt voor mijn neus, laat ik hem gewoon rollen. Ga toch naar beneden. Af en toe een beetje de motorrem die hem oppakt. Ja, Ancona, dan ga ik de volgende keer gewoon weer vandaan verder. Oh, houd rechts zo. Even achter de cabriootje. Dat is toch mooi om heen draaien zo. Houd rechts aan. Daarna neem de afslag rechts. Livorno. Ik blijf daar tot de volgende stream. Ja. Ik ga die hijskraan afleveren en dan ga ik een beetje beginnen met het eten. Ik ben alweer te veel afgevallen de laatste weken. Er mag wel weer wat bij. Ja, mooi zo. Hier
rotswanden. Tunneltje in, tunneltje uit. Ja, die hebben ze in Italië ook wel. Ja, kijk, we zijn er bijna bij Parma, Florence, richting Agona, de laatste 100 kilometers. Ja, je moet allemaal door die bergen heen, hè? Zuiden. Er dwars doorheen gehakt. Hier rijdt mijn touringcar ook nog. Die tunnels die storten niet zomaar in, hoor. Langs de tunnel waar ik ooit doorheen gereden ben is die Gotha-tunnel. Zwitserland, Italië, daar die hoek. Dan ben je even een mooi stukje onder de grond. Althans, onder de berg. Ik heb er één keer gestaan, 5 uur wachttijd. Een keer in de zomervakantie. Was niet blij mee. Florence en dan het laatste stukje. Het zal nog zo'n 200 kilometer zijn. In de game dan. Hè. Ja, een leuk kleurtje auto. Oude Opel Ascona. Toch wel leuk die oude autootjes ertussen. Oh ja, ja. Nou, ik heb alweer heel wat Jumbo's gezien en Lidl's. Action nog niet. Houd rechts aan. Daarna neem de afslag rechts. Hé, hey, Holland of Nieuwe. Neem de afslag rechts. Even gaas op die plank. Wie zie je niet meer genoeg op de weg? Noever? Jawel.
Lidl, Noever, Venteloos, TCC, heel vraagje. Zo, nog goed 300 kilometers. Dan hebben we dat stukje van 1700 nog had, alweer gehad. Oh, die oude auto's, ja, die heb ik er zelf twee motjes van ingezet. Vind ik wel leuk. Hallo, wat gebeurt hier? Zo. Schrik met een hoedje, man. Lag er een auto, een vrachtwagenwiel op de weg of zo? Maar ik heb hem nog in de smiezen. Schrik me dood. Houd rechts aan. Daarna neem de afslag rechts. Neem de afslag rechts. Zou je net het laatste stuk bijna op je kant gaan? Ja, ik weet ook niet wat er gebeurde. Ik had gewoon, stuurde gewoon normaal door, rechtdoor dus. Gelukkig maar een spelletje, maar... Het zou zonde zijn dat je op zijn kant ligt. Even schade. Oh jongens, een brandje. Een brandje. Even kijken hoe groot de schade is. Oh, die gaat ontploffen, die gaat ontploffen. Maar ik zie nog geen vlammen. Ik zie nog geen vlammen. Beginnende brand. Wat is er, Shark? Ja, krabbel maar even achter je oren. Hij weet het niet meer, hij is de kleuters kwijt, zie je het? Ja, ik heb geen brandblussers. Het spijt me, maar ik ga weer verder. Yo! Ik kan toch niks doen. Ja, sneu voor hem. Maar hij had wel netjes zijn trailer afgekoppeld. Heeft hij nog wat? In ieder geval zijn truck nog heel. Als ik de kans krijg, dan zou ik hem ook loskoppelen. Nou, daar gaan we weer. Ging net zo lekker. Ja, die trailer had zijn trekker losgekoppeld, want anders gaat hij ook de heen zien. Als je dat nog voor elkaar kan krijgen voordat de hele boel ontploft. Maar ik had die trekker, ja, ik weet niet wat hij vervoert natuurlijk, maar... Als je explosieven erin hebt, of vloeistoffen die kunnen ontploffen, dan had ik mijn truc wel even een heel stuk verder gezet. Jammer van die trailer, maar je stond niet meer te redden. Ook een dik apparaat erop staan.
eigenlijk al mooi. Is er nog iemand een steentje bij? Hallo? Nee. Houd rechts aan. Daarna neem de afslag rechts. Neem de afslag rechts. Nee, maar als dat gevaar zou zijn, Reindert, dan zetten ze gewoon die hele weg af. Hè? Vaak zie je het ook wel, hoor, dat ze of afstand houden. Ja, je hebt er altijd van die eigenwijze die er toch alsnog langs rijden. Nou ja, dan moet je het zelf weten. €89. Zo. Ga de rotonde rond. Derde afslag. Derde afslag. 1. 2. Neem de afslag. 3. We gaan daar die hele hoge berg op. Zie je hem? Daar links. Daar hebben we de Aldi. Of is dat nou Action? Nee, Aldi. Ik ben altijd in de war met die... Ga rechtdoor. Oh, kan makkelijk hoor, met de fiets. Zo, even reclame maken voor de Aldi. Maar voor wat sponsoren. Ga de rotonde rond. Tweede afslag. Kom maar, jongen. Neem de afslag. Mooi, hè? Kijk hem aan.
Ja, bij jou gaat het op zwart hoor, bij mij niet. Hier draait alles nog. Internetstoringje. Een stukje nog. We zitten aan de kustlijn van de zee. Nou, laatste keer voor jou, Reindert. Kono. Oh. Even langs het verkeersbordje. Ik zei het toch, ik moet die berg op. Verderop, rechtsaf. Rechts afslaan. Dat zijn leuke bochtjes allemaal hier ook. Zo, het laatste stukje. Als het goed is, moeten we straks ook nog een stuk van de zee zien. In Arcona. Ga de rotonde rond, derde afslag. Rome, daar gaan we niet heen. We gaan naar Ancona. Neem de afslag. Ja.
slaan. Even terugschakelen. Zo nog 22 kilometer. Hier links dan de zee. Zie je wel. Leuk hè, als je het weet. Rechts afslaan. Stop even, ik wil hier uitstappen. Nee, want die klant zit te wachten op die hijskraan. Kan niet. Helaas. Ja, Ancona is een leuke plaats hoor. En, ja, mooi aan de zee zo. Die huisjes daar bovenop. Leuk hoor. Sì, sì, italiano. Houd links aan, daarna links afslaan. Links afslaan. Rechts afslaan. Links afslaan. Dan moet ik hier zeggen die poort in. Ja, de bomen gaan al open. Bestemming bereikt. Even kijken hoor, waar staat mijn pijl? Oh, daar. Oh ja, ik zie het al. Nou, mooi aan de kust. Kan ik hem daarheen draaien? Ja. Nou, zie je toch nog een stukje van de zee. Je kan ook hier uitstappen, Reindert. Tussen die containers moet die. Nee, en dan zet ik hem ertussen ook. Kijk, een mooie zonsondergang. Is dat een mooie eindiger hier of niet?
dat niet helemaal goed, geloof ik. Ik hoop dat ik rijd de vouwen uit je broek. Zo, nu wel. Even lossen. Geweldig. Ik dacht dat het 1700 nog wat was. Maar ja, wel even 75.739 euro verdiend. Dat bedoel ik. Nou, nog even van de zonsondergang genieten. Het zonnetje is al weg. Dat is nou weer jammer. Wat doen die poppetjes allemaal? Zijn fans. Een beetje zenuwachtig heen en weer te piepelen. Zo dan. Nou, ik ga de keuken in. Ik hoop dat jullie weer met plezier gekeken hebben. Bedankt in ieder geval. Ik wens jullie nog een fijne, zwoele, warme avond. En ik ga de keuken in en ik ga het lekker eten maken. Visje bakken. En dan lekker oppeuzelen. Fijne avond. Denk om jezelf. Graag tot de volgende keer. En morgen ben ik er niet. En leuk dat je even er gezellig bij was, Reindert. De groeten daar in Paramaribo. Hè. Zie je de volgende keer, mensen. Duimpje, hè. Ciao.